Als jongeren gehoord willen worden, dan moeten ze maar een revolutie beginnen. Dat is wat Mark Rutte vorig jaar tegen jongeren zei op een coronapersconferentie. Zo vanzelfsprekend is het dat wij jongeren geen inspraak hebben op beleid dat ons raakt. Wij zijn de eerste generatie die massaal te maken gaat krijgen met klimaatontwrichting. En we zijn de laatste generatie die er nog wat aan kan doen. En dat willen we ook. Maar onze stem wordt niet genoeg gehoord. Ik geloof dat de klimaatcrisis vooral een democratisch probleem is. Mensen die het grootste belang hebben bij het oplossen van de klimaatcrisis hebben de minste inspraak in klimaatbeleid. Mensen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, maar het hardst worden getroffen door de gevolgen. Dit zijn onevenredig vaak armere regio's, zwarte mensen en inheemse gemeenschappen. En dat terwijl de 1% rijkste mensen 2 keer zoveel CO2 uitstoot als de armste helft van de wereldbevolking. Terwijl westerse landen, waaronder Nederland, hun rijkdom danken aan de eeuwenlange uitbuiting van mensen en de vervuiling van de planeet. Wij dragen een verantwoordelijkheid voor het feit dat de geboortestad van mijn moeder in Indonesië aan het wegzinken is. Voor de mensenrechten schendingen en de vernietiging van het regenwoud in onze voormalige kolonie West-Papua. Voor het verdwijnen van de Amazone door de Nederlandse handel in soja voor de vleesindustrie. En terwijl wij onze verantwoordelijkheid niet nemen, zorgen inheemse volkeren voor de bescherming van maar liefst 85% van de biodiversiteit op aarde. We kunnen de klimaatcrisis alleen oplossen als we luisteren naar de mensen die daar het grootste belang bij hebben. Die weten hoe het echt is om alles kwijt te raken door klimaatrampen en de stijging van de zeespiegel. We moeten luisteren naar degene wiens voortbestaan op korte termijn op het spel staat, zodat we op lange termijn de juiste keuzes maken voor alle mensen en de natuur. En luisteren betekent dan niet Greta Thunberg een keer laten speechen voor de leiders van de wereld. Of jonge klimaatactivisten een keertje uitnodigen op het torentje van de minister-president. Luisteren betekent het verlagen van het stemrecht naar 16 jaar. Burgers zeggenschap geven in de energietransitie via burgerberaden en coöperaties. Want luisteren betekent het verplaatsen van de macht naar mensen die eeuwenlang geen representatie hebben gehad. Alleen dan begrijpen we echt dat de klimaatcrisis niet op zichzelf staat, maar onlosmakelijk is verbonden met kapitalisme, kolonialisme en racisme. En dat het oplossen van de klimaatcrisis niet mag zorgen voor meer ongelijkheid. Wie ziet hoe onze idealen met elkaar samenhangen, begrijpt waarom een diverse groep aan tafel het beste is voor iedereen. Want we kunnen zoveel van elkaar leren. Zo leerde ik eens van een inheemse muzikant uit Nieuw-Zeeland hoe er in zijn gemeenschap geen armoede, geen dakloosheid en geen werkloosheid bestaat. En hoe er heel weinig psychische problemen voorkomen. Omdat zij leven in harmonie met elkaar en met de natuur. En volgens mij is dat precies die duurzame en eerlijke samenleving waar wij voor staan. Maar om daar te komen, is het tijd voor een nieuwe politiek. Een inclusieve politiek. Politiek met echte inspraak van de mensen om wie het gaat. Of het nou gaat over de klimaatcrisis of de toeslagenaffaire of de participatiewet. Representatie doet ertoe. En we vinden het allemaal heel belangrijk dat iedereen gehoord wordt. Maar als het puntje bij het paaltje komt, is er niemand die opstaat en zegt, here's my seat. Want macht delen betekent macht opgeven. En dat is ongemakkelijk. Maar we moeten plaatsmaken voor het leiderschap van jongeren, vrouwen, mensen van kleur en mensen met een kleinere portemonnee. En dat betekent ook dat als wij gaan regeren, we nooit te comfortabel mogen worden op het plush. Maar daar zal Dwars wel voor zorgen om GroenLinks scherp te houden. Het is het leiderschap in mijn generatie dat me goede hoop geeft. Jongeren die begrijpen hoe het is om geen inspraak te hebben op de politieke keuzes die ons zo hard raken.
Jongeren die strijden voor rechtvaardigheid en radicale systeemverandering en die niet bang zijn om op te staan tegen extreemrechts en fascisme. Misschien was Mark Rutte te laat toen hij opriep tot een jongerenrevolutie. Want wij zijn die revolutie allang begonnen. Dank jullie wel.